25. It's a birthday. Dit is de look. Hoe leuk. Zijkant. Hoppa. Dit is insane. Hoe mooi is deze taart? Ik wil cadeautjes aan. Pak ik nog cadeautjes kunnen doen. Het is een kaviaar schaal. Oh. Kijk, chic zijn. Ga nog eens koken jij. Oh. Allemaal Laila jassen. Yeah. Mike is bezig met ieder cadeau. Oh my god. Hier vergoed niet. Oh jezus. Oh nee, is emotioneel. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Dit is onze verjaardagvlog. Wat je allemaal voorbij ziet komen is onze roze outfits. Make-up, hoe wij ons klaarmaken met Harley. Hoe we onze cadeaus uitpakken met onze familie. Je ziet ballonnen tot taarten tot het event. Dus wij hebben heel veel zin in om jullie deze verjaardagsvlog te laten zien. En we laten een beetje zien hoe wij op 1,5 meter afstand ons verjaardagsfeestje geven. Dus ben benieuwd? Like en abonneer. Abonneren. Fijners. Bedankt voor alle leuke felicitaties voor onze verjaardag. Dat was echt, iedereen heeft echt zijn best gedaan en ons gefeliciteerd op Instagram. En iedereen was eigenlijk lovend. Het is super support. Dus dankjewel allemaal. Voor ons echt wel jarig. We hebben ons echt heel erg jarig gevoeld. En jullie hebben natuurlijk ook wel het nieuwtje gezien dat ik zwanger ben. We wilden in deze week nog niet het gaan bekendmaken. Aangezien we veel te veel leuke dingen hebben van onze verjaardag. Dus we willen volgende week vlog helemaal in de special van mijn pregnancy. Ik zal wel even het buikje als introotje laten zien. Tadaa! Hoe leuk. En dan ga ik ook vertellen hoe ver ik ben en wat de plannen zijn. Wat en de babykamer. Vrienden. De reacties ga je dan zien. We hebben een paar vrienden en familie gefilmd met de reactie op onze baby. Dus dat gaan we in de volgende week vlog meenemen. En laten zien. Ja. Ik weeg nu 63,2. En de baby is 3 maandjes. Dus ik ben 1,5 kilo denk ik aangekomen. Frankie Banky. Ik had me zwanger verwacht. Wie is er vandaag jarig? Frankie! Ja, je bent 1. Ja, je bent 1. En ik heb een taartje voor mijn kleine Frankie gekocht. Blauw natuurlijk. Het is een jongetje. Ik ben 28 euro verder. Belachelijk, maar dan heb je wel wat. Dus ik hoop dat je hem lekker vindt. Maar ja, jij eet alles wat los en vast zit. Ja. Oh, en weer even een gekke uurtje. Grijpig. Dus hij is heel vrolijk vandaag, hè, die verjaardag. Ja, 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 ja. Oh, ben je zo blij? Ben je zo blij? Volgens mij heeft hij echt een kronkel in zijn hoofd af en toe. Oké, ik ga het zelf weer uitlaten. Ga blij. Oké, haal het kaarsje. Wil je het kaarsje eruit halen? Is dit jouw taart? Wat is dit? Zie je, ga kijken. Wat is dat? Is hij jarig hier? Nee, nee, die maar. Om eten te brengen. Wat is dat? Hier, kijk eens. Kijk hier. Is hij hard? Zo, keihard het ding. Nou, als je, je nu niet jarig voelt, hier kan je een hele 2 weken mee doen. Nou, je vindt de koekjes in ieder geval lekker. Ja, ook Siri? Nee, hè? Nee, kieskeurig dametje. Maar ik wil even dat je die taart gaat eten, niet de koekjes. Oh, jij gaat zoveel poepen vannacht. Die billen ook nog steeds omhoog. Hier, kou, hier. Pak alleen die brokjes. Hier, kijk. Hier. Hier ook. Ja. Wat is dat, Frank? Ik ga denk ik al die koekjes eraf halen. Oké, okay, ik heb de taart, alle koekjes eraf gehaald. Aan de zijkant en hem door midden gebroken. Want het gaat tenslotte op je taart, Frank. Oh, hij gaat hem begin maken. Kijk lief. Eet je? Nou, hij neemt hem in ieder geval mee. Doe je maar 28 euro helemaal voor niks, Frank. In plaats van dat je alleen koekjes zit eten. Nou, het gaat om het idee. Siri, jij vindt het ook lekker, hè? Nou, Siri vindt het een heel groot succes. Een stukje gegeven, ik heb hem maar gebroken, anders krijgen ze nooit bij. En Frank, de jarige Jopje, vindt het ook heel lekker nu. Mijn hele kleed ligt onder de kruimels. Maar hè, dat maakt allemaal niet uit. Lekker die meisje. Een taart was dus een succes. Nou, het grappige was, we hadden laatst ons vriendinnetje Romy lang met haar kleine babykantoor. Ja. En hebben de hondjes erbij, want hij lag op een kleedje, op een mooi kleedje. We kijken hoe de hondjes zouden reageren, maar Sherif vond het prima in één keer, Stink eigenlijk ook. En Frankie was natuurlijk als hij wilde, ging aan de sokken likken en die wilde alleen maar met kindjes spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat gaan, of jullie ook nog tips hebben voor hondjes met baby's. Maar zeg ook als dat het geboren is, dat je een soort deken op de grond legt, zodat ze al aan de geur wennen. Maar Frankie is natuurlijk ook 1 geworden, dus ik denk over een half jaar al minder puppy als nu. Hij is natuurlijk heel. En hij was niet gemeen. Hij vond het gewoon heel erg leuk. Dus ik denk sowieso dat Frankie altijd met dit hondje, wil spelen, met de baby wil spelen. Mike is bezig met ieder cadeau en hij is nu met de slang bezig. Oh, heel mooi hè, schatje. Dit gaat Marie pas zien op haar verjaardag. Hoeveel werk het is om al die dingetjes te maken, ook wat hij mee bezig is. Nog lang niet af, maar getting there.
artist. Nou, Mike is inmiddels klaar met de slang. Oh, maar die gaat hier zo blij mee zijn. De Gucci slang. En dan is hij nu bezig met zijn oog. En mama heeft natuurlijk een jasje gemaakt. En dan gaan we onder de franjes iets schrijven. Want dat valt het niet zo erg op. En dit is echt het begin, hè. Dus ik ga straks weer laten zien hoe het eruit ziet. Zo mooi al en zo lief. Oké, okay, we zijn weer een stapje verder in het proces. Ja, Mike Federico. Mooi. We zijn alweer zoveel verder. Ik vind hem echt beeldig, maar die houdt hier zoveel van. She's gonna love it. Oké, Mike is weer verder. Hij is nog steeds niet af, maar als goed als af. Dit gaat Marie echt geweldig vinden. Oké. Mike is al zo ver. Dat we bijna alles af hebben. Dit is een heel nieuw gedeelte. Wat hij ook nog moet afmaken. Maar de finish is neer. Zoals jullie weten zijn ik en Marie bijna jarig. En nu ontvangen wij ons allereerste cadeautje al van Karat. Daar hebben wij onder andere wat juwelen gekocht. Dus we zijn super benieuwd. Ik heb deze hele mooie ring gekregen. Met hele mooie kleur. Ja, ik vind het dus goud. Maar het is een soort van kleur geel. Hoe mooi zo. Zo'n lieve kaart ook van Jennifer en het team. Zo lief voor ons verjaardag. De making. Te leuk, die confetti met het zilver. Oh, balloons. We hebben wel morgen aan. Balloons, balloons, balloons. Roze klein? Ja. Zo leuk. Krea, ben je bezig? Marie is aan het helpen. Ik kan eigenlijk helemaal niks aan doen. Voor dit. Ballonnen 2 en een 5. We worden vandaag 52. Jules zit eten en ze gaat erop af. We hebben natuurlijk weer even sushi besteld. En we zijn aardig ver. We are almost ready. Eindelijk. Oh my god. Dit is zomaar licht, Jules. Te leuk. 25. Oh, wat leuk is dit. Oh, zo leuk. We hebben de ballonnen zo laten overlopen met onze jurk mee. Dus donkerroze naar lichtroze met zilver. Dit is zo leuk. Ons logo. Hier komt de taart op. Super leuk. Joehoe. Klas. We are ready. Het is al donker buiten, maar dan heb je wel wat. Hey, goedemorgen. Ik ben een beetje, ik weet niet of ik ooit opeens hooikoorts heb of zo, maar dat klinkt een beetje nasaal volgens mij. Het is vandaag 7:15, het is 9 mei. Jules en ik zijn morgen jarig. Hier is Frankie en Sherietje. En wij gaan ons verjaardag vieren eigenlijk alleen voor het gezin. En voor de mensen die wel vaker in de vlog voorbij zien komen, gewoon echt key, zeg maar. Wat wij heel erg belangrijk vinden. En dat hebben wij gewoon in shifts gedaan, zodat wij geen RIVM-regels verbreken. En dit doen we niet op onze eigen verjaardag, dat doen we echt na 11 mei. Dus ik ga me nu naar kantoor en ik laat mijn make-up even door Hardy. En dan maken we ons ready voor ons verjaardag. Ik draag tie-dye met het vest. En Sherietje gaat nu ook in de maand. Ja, die denken allemaal dat ik met jou op schoot rijd. Nee, die komt hierbij. Ik ben een stoute. Oké. It's our birthday. Almost. En ik kom net uit de douche. En ik heb vandaag even mijn Kanye West set aan. Wat ik heb gekocht. Dat verkocht hij op Coachella. Dus ik heb Kanye merch aan. Nee, ik wacht op Marie. Dan gaan we ons lekker make-uppen. Ons haar laten doen. En dan zijn we ready om een mooie foto te maken voor onze birthday. Oh, daar is ze al. Speaking of the devil. Dat is snel. Wat de timing. Hij stinkt. Het is snel. Ik ben weer helemaal ready. Met de krullers in mijn haar. Dit keer wat professioneler. Maar die in de make-up. Dat mag niet. Hè? Oh. Oh. Stink is alleen maar te kijken. Die houdt van make-up. Die loves make-up en Stink. Ja, ons eltje. Frank kan ook zo niks van het erg achter doen. Hallo liefde. Gaan we liggen? Echt wel heel mooi. Oh. Lekker nat. Oh, wat heerlijk dit. Net lekker mijn haartjes gedaan. En nu mijn make-up. Met mijn beste vrienden. Hallo. Woehoe. Ik ga een beetje aan de opening denken nu met een roze lookje. Ja, maar dat was maar hij is toch anders. Hè? Ja. Dat haar zo vast. Ja, kan alles. Het wordt wel heel mooi. En nu zitten de wimpers. Oh, ik word zo blij. Wakker zo. Ik neem mijn wenkbrauw dan. Maar ik kom met het idee om wat onder kunstwimpers te plakken. En eigenlijk vind ik het super leuk. Gaan we die opplakken? Kijk, zo is het eerst. Geef wel wat extra's, hè? Ja, extra dimension. Zo zit ik er momenteel bij. Dit is dus de look met kunstwimpers zonder. Hoe leuk! Ik ga het even in het spiegeltje laten zien. Gek genoeg kan ik het zo beter laten zien. Hoe leuk! We hebben van onze jurken aan. Hoe mooi! Pretty! En wat mensen niet weten, duim om maar die de zijkant.
Hoppa! Dit is geen gender reveal party. We weten het nog niet. Maar dit hebben wij dus de hele dag vermomd voor jullie op Instagram. Woehoe. Thema is toch Touch of Pink vandaag. Dus de 60 zijn allemaal in het roze. En mams ook. Zelfs de keuken is roze. Oh shit. Nou, vandaag. Ik ben heel bij mijn feest. Ik ben heel bij mijn feest. Hoe leuk als je van hier opkomt en je roze Valhalla. We zijn nu onze verjaardag aan het vieren en ik draag nu een jurk die ik heb besteld op Rivol. Harley van make-up gedaan en ik draag uiteraard weer Triple S van Bo Berends. Duifje. Ja. Ik zei dat ik ga je vertellen. Leuk nieuws. Oh. Zie je het niet, Anne-Marie? Ja, ik ben dik, maar... Baby? Ja! Lieve! Oh, schattig hè? Een klein duifje! Een klein duifje! Loesje! Jij geeft toch een cadeautje? Ja! Precies besteld wat ik wilde. Ja. Oh, even goed filmen. En deze wilde ik ook heel graag. Pablo! Oh, jullie? Ja, echt een mooie kleur bij jullie. Nee, ja. Super niet, Loes. Ik herken deze kleur al. Jawel. Oh, heel iets anders voor allebei, hè? Heb je in Monaco? Oh. Jij draagt het nooit als Jules. Nee. Nee. Ik heb niks in, ook nu. Kijk eens, een heel mooi oh, hartje. Van ons hartje. Kijk eens. Nou, wat liefde. Hoe mooi. Ja. Oh, het is een heel mooi setje. Ik zeg maar niks. Lieve. Kijk hè? Kijk, hier zie je het. Zie je jezelf? Hallo! Ik denk opeens, hè? Wie staat hier? Wat ben jij aan het doen, schatje? Aan het wachten. Waiting. Ik denk, wie staat er nou met al die leuke ballonnen? Ik stond hier heel stil, hè? Heel stil. Ja. Hoe leuk gedaan al. Ik vind het nu al heel leuk. Ik weet nog niet wat iets. Kijk nou wie daar aankomt. Wat een beetje. Dankjewel! Wat heb jij? Rijnderslollies! Oh my god, je ziet nog helemaal nog niet echt logo, maar het is echt lekker eten, duifje! Oh my god, Maria heeft de taart gebracht. Dit is insane. Je hebt ook cupcakes erbij gemaakt. Hoe mooi is deze taart? Alleen kijken, duifje. Wauw. Wat staat er ineens? Staat er ook nog boven? Nee, is dat geen klap jij? Meter afstand. Hé, Rijkje, liefie. Hey! Hey, joh! Hey, joh! Hey, joh! Oh! 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 Heel leuk. Ze worden weer verwend hoor, door Ellen. Hè? Ze heeft zelfs een leuke foto van Julie Marie op de tas gedaan. Van Air Force. Van Air Force, jullie vier toch, waren jullie? Je moet eerst de kaart lezen. Gedaan. Helemaal niet. Wel raar. Leuk kleurtje. Die ligt zo lekker, hè? Schatje. Schatje. Nou, verjaardag op afstand. Maar het is wel gezellig. Nou, bijna het kleed. Ja, helemaal iets voor jou. Die print. Marie en ik zijn natuurlijk op 10 mei jarig. Maar we hebben het ook geregeld voor moederdag. Hoe leuk is deze box? Mama gaat die zo openmaken. En dan kunnen we laten zien wat erin zit. Hoe beeldig. Binnen. Mama gaat het openmaken, hoor. Hoppakeetje, Romeetje. Laila met de lila box. Uit een doosje. Nou, wat zou dat nou zijn? Dat vonden we leuk. Ik wilde nog even zeggen dat ik van jullie hou. Het is natuurlijk niet de geplande pink party als wij zouden willen hebben. Maar goed, we hebben op 1,5 meter afstand onze verjaardag gevierd. We hadden shifts, dus om het 1/2 uur of om het 3 kwartier kwam er weer een familielid. En ik over andere familielid weg. Dus zo hebben we toch nog onze verjaardag kunnen vieren en mooie cadeaus kunnen krijgen. En het gewoon taart en al, iedereen eigenlijk die we belangrijk vonden het kunnen vieren. Maar we hebben zeker niet iedereen uitgenodigd. We hebben er maar ook weer een kleine selectie van gemaakt. Ja. En het was ook een gek om dan weer familie weg te sturen als de volgende shift er was. Maar we hebben er eigenlijk heel goed aan gehouden. En zo hebben we ook nog op het dakterras ons
onze verjaardag kunnen vieren. Ja. Het is helemaal versierd door Hip Hip Hooray. Maria Sheet Cake had weer een mooie taart gemaakt. We hadden ons jurkje aangepast waar we heel veel comments over kregen van die was. Dit hadden we natuurlijk eigenlijk voor de party in pink gekocht. Maar we dachten, ja, deze jurk ga je anders nooit meer aandoen. Dus deze hebben we bij Revolve gekocht online. En helemaal twinning ook met Balenciaga's van Bobere Shoes. Dus voelde ons wel echt op een topjaren. En Harry had ons hele mooie make-up gedaan. Wat bij onze jurken paste. Dus ondanks alles hebben wij ons toch nog een beetje het verjaardag kunnen vieren. En door een leuke foto met iedereen is het toch nog een beetje verjaarsgevoel. En we hopen volgend jaar echt onze grootste party in pink feest te geven. Dat iedereen gewoon weer erbij kan zijn. En dat we het toch nog groots kunnen vieren. Met een baby heb ik dan. Dat is ook raar. Ik ben vandaag jarig en Mike heeft ook voor mij het huis versierd. Ik ga stuk. Deze bos heb ik van Lau gekregen. Maar hier de hartjes. De ballonnen. En ja, een lampion. En last but not least, hier ook nog versiering. Oh, wel heel lief gedaan. Maar je kan wel zien dat het door Mike en Manu is het gedaan. Hij was super schattig. Hey Stink, dat vinden we nog heel lief, hè? Oké, Mike is nu voor het allerlaatst aan Marie de cadeau bezig. Finding touches. Dit heeft hij ook allemaal gemaakt. Niet normaal. You got 1 hour left. Hij is af! Happy birthday, Marie. En we hebben hier een yin-yang theetje gemaakt voor Marie en Jaime. Zo spannend! Zo hard voor gewerkt. Ja. Oké, okay, wij gaan nu alles inpakken en dan gaan we naar onze parents toe. Kijk nou. Cadeaus, cadeaus. Marie de cadeau. Mijn cadeau. Marie de cadeau. En Marie. Kijk op deze wipstoel. Kijk hoe mooie cadeaus we hebben hier. Alles in gold. En dat voor de meter heeft ingepakt. Maar nee, het is mami. Panter. En deze leuke cadeaus van Maria met een rally styling. En daar is July. Jouw allerleukste cadeau. Ja. Hey, Chappie. Ja. En dit is wat Mike voor mij heeft gemaakt. En ik kan niet wachten eigenlijk. Maar ik moet waarschijnlijk als laatste wachten op dat cadeau. Ah. Ja. Hey hoor. Ik heb een lintje voor mijn gezicht. Oh. Hey, kom eens hier. Kama, 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 kama. Ik wil cadeautjes aanpakken. Ik wil cadeautjes aanpakken. Laat het niet vallen, hem op. Nee, ik ga niet vallen. Nou, ik heb echt niets in mijn neus. Ik ga geen tranen, wat jammer nou. Ik ga het huis. Het komt straks wel, denk ik. Mag ik een schaar pakken? Nee, het gaat wel makkelijk los, denk ik. Zit je weg, Lara? What shall it be? Rosenthal. Wacht je even op het spannende moment? Oh, beeldjespapier. Kut. Wat is dat? Wat is dat? Oh, dat is een mooie zilveren. Een zilveren standaard. Het is een bak, het is meer een schaal. Een schaal. Kijk. Afstand. Ja, jezus. Joh. Oh, dit is wel heel erg mooi. Oh. Het is een kaviaar schaal. Aangezien je niet zo vaak kaviaar eet. Dus kijk, dit zou dus kunnen. Dit wordt hier de kaviaar en hier gaat ijs in. Ja. Maar je kunt het ook gewoon zo gebruiken. Zo gebruiken. En mooi. Deze mos ernaast. Of gewoon nachos met kakao. Wat je wil, kan ook. Mooi die Medusa dingen. Daar heeft ook Mike die whiskyglazen mooi, van. Hè? Met dat Kijk, hier deed ook matten. Heel mooi doen voor nachos. Nou, koud zin ook. Kijk, chic zijn. Ga nog eens koken, jij. Kaviaar. Mooi, hè? Maar ik vind Mike krijgt ook gewoon een cadeau. Spoiled bretje. Oh, ik zie het al. Is het Elvis? Elvis, kijk. Je kunt hem dus inschakelen op minuten. En dan gaat dat 3 liedjes zingen. 5 minuten. Oh, wat fijn. Chill out rock en nog 2 andere. Oh, wat hilarisch. Wat zou dat nou zijn? Voor de boot. Siel geeft de cadeaus altijd al door. Ja. Etter. Ik heb de broek ook al meegenomen. Om aan te doen. Nee, dacht je het al? Oh. Echt? Ze wist het gewoon al. Kijk, inzoomen. Nou ja, ik wist het niet zeker. Maar ik denk, als ze hem heeft, dan wil ik hem meteen met die broek aanpassen. Ah, sexy hoor. Sexy Lexi. Leuk, hè? Heb jij nog een Burberry Kijk, haar nodig? Geweldig. Mooi. Ja, heel leuk overheen. Daarvoor moest jij die blazer ook meenemen. Oh, wat erg. Oh, ik ga stuk op jou. Kijk, wie is dat? Dat is Romee. Dat is wel het voor mij, een eigen inpak sticker. Yes! Is Jaime alleen niet zo blij mee? Oh, maar kijk maar, dit is een andere kleur. Dit zijn Jaime. Rainbow! En dan een regenboogkleur. Oh, wat leuk. Rainbow. Dat was goed bij mijn rainbowrozen. Drip. Zo, mijn kijk eens aan. Store.
Lintje voor Lintje. Elk jaar een lintje. Nou. Nou. Dat is heel mooi. Dat is al stiekem een hint. Ik kan even dit doen hoor. Ja, deze is niet normaal. Dat betekent ouder worden, hè? Dat je blij wordt van bubblegum. Ik ben nog niet ouder dan. Ruik je dit? Bubblegum? Is het bubblegum? Holy shit! Holy shit! Cannelloni! Dat is een Ik ga hem uitpakken. Zo, ik ruik hem! Ik ruik hem! Ik ruik hem vanaf hier. Yay. Wow! Nog meer kleur! Dat is een mooie Nog meer kleur! Oh. Yay! Woehoe! Oh my god. Niet laten vallen, hè, maar. Nee. Wat mooi, zeg. Ik ruik hem al heel erg. Ik ruik hem al hier. Oh ja, je mascara is uitgelopen. Oh. Van alle mooie cadeaus. Ja. Nou, deze kaars kunnen we nog wel een half jaar doen, jongens. Mag ik nou één af? What shall it be? I see blue. Oh, oh wow. Wow. Nou, voor je andere kaviaar? Echt mooi. Zo mooi. Nee, maar zo mooi wel aan je. Je verkies steeds. Nou, je hebt alsnog wel je ballonnen gekregen, Jill. Oh, heel erg mooi. I already know what it is. Nee, ook denk ik. Zeg je daar, Jusceline, ik heb wel nog iets origineels. Oh, het is heel mooi. Kijk op. Oh, heel mooi bij elkaar. Wow. Cool, hè? Gaaf, hè? Even aanpassen. Leuk, die twee verschillende kleuren. Team zelf niet. Cool. Heel mooi. Oh, heel mooi. Ze worden steeds mooier, hè, mam? Heel mooi, die franjes. Bizar, cool. Ik heb alleen een beetje van Jan. Alsjeblieft, Jan. Supermooi. Heel mooi. Ook leuk met je buurman, die top, hoor, deze kleur. Ja. Very pretty for mommy. Voor mij heb ik helemaal niet gezien. Ik wel. Oh, ja. Oh, super cool. Oh, wat mooi. Oh, we hebben allemaal een slangenjas. Sista, sinds niks. Mooi, zeg. Oh, ik ben heel benieuwd hoe die staat. Heel cool, zie je. Heel leuk. Heel erg leuk. Ah! Mooi hoor, Sista. Voor mij is het mooiste. Nee, ik vind deze echt het mooiste. Mooi, hè, het geel. Leuk. Innie. Heel mooi. Snik. Snik. En luipaard. Kijk, nu net. Zo, Jans. Maar ik wil ook aan deze kant. En Romee heeft ook een snik. Zijn heeft echt niet geleerd. Een snikjas. Kijk. Mijn slangetje. Ik had hem pas gemaakt, maar dat is dus niet zo leuk. Zo, dat is beter. Er wordt hier nog handmade even op tailor-made gedaan. Tailor-made. Ja, deze moet ook los van mij. Yes, mate. Yes, wat? Hartstikke leuk. En draaien. Oh, en draaien. Ik heb het niet. Allemaal Laila jassen. Yeah. Oké, okay, Mike. Allereerst. Oh my god. Oh. Ik wil janken. My god. Oh my god. Niet. Nee, eng hè. Je moet wel in één keer overmaken. Oh jezus. Ik denk. Mijn jasje. Wauw, ze heeft het mooiste om eens te zien. Nee, dat denk ik ook niet. Oh, shit. Oh wat vet hè. Oh, oh, oh. Wow. Wat is hij prachtig, Mike. Mooi, hè? Wow. Wat is hij mooi. Laat niet je mascara erop vallen, maar die. Love. Het shirt ook eronder. Oh, kan ik weer huilen. Ja. Die heeft mama ook gemaakt, alleen dan nog met Mike's dingen erop. Jeetje, ik weet nou al wat je favoriete jas gaat worden. We hebben het wel naar buiten, dat kraagje. Fantastisch. Je hebt een Gucci Garden jasje, dat thema dan. Ja, het is wel een goede jas. Mooi, hè? Ja, want je ziet die kleuren heel mooi ook op het crème. Oh, mooi, hè? Dat oog. Ja, fantastisch. Op de rug. Nou, Mike vindt hem mooi. Nou, ze vindt hem niet mooi, Mike. Nee. Jankebal. Echt heel mooi, hè? Leuk, hè? Dat ben ik natuurlijk. Nee, grapje. Lees even op, wat er staat, Marie. Lieve Bevs, happy birthday. Love you forever. En jullie lievelingsnicht, Liz natuurlijk. Krijg je al? Ja, ik voel het zo ineens emotioneel. Oh, wat leuk. De beste ook gedaan. Ja, dat kan ik. Helemaal uit Saint-Tropez. Wat lief. Kijk aan de voorkant. Oh. Oh, ik wil wel het mooiste stukje. Ik ga hier zo met een roosje doen. Hij is heerlijk, strawberry. Ja, ik vind hem echt lekker. Merci. Oh, wat leuk. Oh, lollipops.
Kijk nou. Helemaal in onze neonkleuren van de collectie. Oh, wat staat erop? Reinder. Leuk, kijk daar onder zit nog wat. Wat een wind. Zo iemand voor de ruiten, maar hè? Het gaat snel. Ze zijn gewoon al weg. En de dag erna was onze echte verjaardag. Dat was 10 mei. En toen hebben we lekker met familie hier thuis heel rustig de cadeaus uitgepakt. Zijn onwijs verwend. Ja, echt. Ook door mama heeft twee hele mooie jassen gemaakt. Drie. Natuurlijk. Ook vier eigenlijk. Ja, een hele mooie jas gekregen van Mike. Die heeft beschilderd. Ik was helemaal emotioneel aan het huilen. Ik denk hormonen, maar ook omdat ik het gewoon mooi vond. Ja. Dus echt nee, ik voelde me mega verwend. En ik krijg nog iets meer cadeaus aangezien ik als ik het geslacht weet van de baby. Want ik had heel veel leuke top 1, top 3. Wat ik wilde graag voor het babytje als ik weet wat het is. Dus die krijg ik later. Die konden nu nog niet kopen. Dus vandaar dat Jules iets meer had gekregen. Voordat we daar natuurlijk weer iets over krijgen. Oh, is het zo? Ja. Oh. Ik heb alleen het bekertje gekregen. En die jas. Nou, alleen. Is al heel veel. Ja, ik bedoel, ja, nog. Nee, dus we hebben ons verjaardag echt op en top nog gevierd. We zijn mega verwend. Echt. En door ook alle reacties online. Maar ook door de familie en vrienden die allemaal waren gekomen. En toch hun best gedaan om het leuk aan te kleden. En ook natuurlijk door de vlog van vorige week. En door alle cadeaus. En al die lieve filmpjes hebben ingesproken. Dat was echt, waardeerde we echt enorm. En iedereen vond het ook echt heel erg leuk dat die vlog zo lang was. Deze vlog wordt ook echt wat langer dan jullie normaal gesproken gewend zijn. Dus als jullie dit voortaan altijd willen, dan laat eventjes weten onder de vlog. Oh, gaan we nog cadeaus voor elkaar kopen? Nou, ik denk nu dat jullie te weten, ik ga allemaal, als het aan de baby er is en ik weet welk geslacht het is, ga ik van Dior allemaal mooie spullen voor Marie kopen. Ja, dus dat ga ik doen. En voor de rest kopen we het hele jaar door voor elkaar cadeaus. We hebben toevallig gisteren een heel mooi cadeau met elkaar gekocht. Een hele mooie jas. Dat zie je ook wel in de volgende week vlog, wat we dan allemaal met de bijkoop hebben gekocht, welk item onder andere en we zelf mee hebben betaald. Het moet ook een beetje op ons pad komen. Als ik echt iets typisch iets voor Jules vind, dan koop ik dat eigenlijk alsnog voor haar verjaardag. Dus heeft geen haast. Heeft geen haast. We weten altijd wel dat het goed komt. Alleen jij was niet blij met gekleurde geurkaarsen. Nee, jij was ook blij, maar die denkt weer kleur. Weer kleur in huis. Het gaat helemaal natuurlijk op het tapijt, die druifkaarsen. Dus hij vindt het één ellende. Dus nee. Hij was er niet heel blij mee, maar als ik er blij mee ben, denkt hij toch uiteindelijk, oké, laat het maar gaan. En ja, met Mike's jas was je heel blij. Ik moest zelfs huilen. Ook door de hormonen, ook maar je het gewoon echt heel mooi. Ja, ik had het niet zo mooi verwacht. Ook niet zo veel. Want ik wist wel dat het er heel lang mee bezig was. Maar ik denk, het zijn misschien vier tekeningen. Maar het was gewoon volop met bloemen, slangen, ogen. En wat ik dan echt het mooiste vind, weet ik eigenlijk niet. Want ik vind alles gewoon. Het is gewoon heel erg gedetailleerd. Er heeft gewoon heel veel werk in zitten. En dat vond je ook gewoon echt heel lief. En tot mij. Dus dat vind ik echt heel knap dat je dat zeg maar in de jas kan verwerken. Dus wat gaan jullie volgende week in onze weekvlog zien? It's all about the baby. It's all about Marie. Ja. Over de baby, over de reacties van de familie. Hoe ik het heb aangekondigd. Hoe en natuurlijk ook in deze tijd met corona, hoe de echo's zijn gegaan. Dus ik wil jullie allemaal meenemen. En dat zie je allemaal volgende week over de baby. Ben benieuwd? Like en abonneer. Abonneren. Love. Fijners.